Oké, jongens, vandaag een iets andere video dan normaal gesproken op ons kanaal. Zoals je ziet ook geen gameplay, we gaan geen Minecraft spelen vandaag. Het is vandaag eventjes een video waarin ik wat dingetjes ga uitleggen aan jullie. Want er zijn nog wat dingetjes achter de schermen die jullie niet doorhebben. Of eventueel wel als je naar onze livestreams kijkt, want het heeft te maken met onze livestreams. Het zit zo, wat is er nu aan de hand? Wij worden tijdens onze livestreams gedidost. En dat betekent dat wij gewoon niet kunnen livestreamen voor jullie. En ja, vinden wij zelf ook echt niet leuk. Wij kunnen daar niet veel aan doen. Ik ga het zo meteen nog wel uitleggen wat we er tegen hebben gedaan. En wat we nog er tegen kunnen gaan doen. Maar voor de mensen die niet weten wat DDoS is. DDoS is als iemand, een persoon, een hacker in dit geval. In dit geval is het wel een professioneel persoon die dat doet. Die stuurt tijdens dat we aan het livestreamen zijn honderdduizenden computers die inloggen op ons internetnetwerk. Dus ja, je kan je voorstellen als 100.000 mensen inloggen op jouw wifi-kastje thuis, waar je thuis woont bij je ouders. Dan gaat dat heel erg sloom worden en dan valt gewoon jouw internet weg. En is het zo sloom dat je er gewoon niks op kan doen en helemaal niet livestreamen. En dat is bij ons het geval. Het is heel erg zonde, we kunnen er niks tegen doen. DDoS is extreem strafbaar. Dit soort video's gaat niet vaker voorkomen op ons kanaal. Vanmiddag is er ook weer gewoon een leuke video op ons kanaal. Dat gaat verder ook gewoon door. Dit wou ik jullie gewoon heel eventjes vertellen. We gaan nu wat dieper in op alles. We gaan even uitleggen hoe dat precies zit. Wat hebben we er tegen gedaan? En ja, wat kunnen we er nog tegen doen? Gino en Dylan zit ik nu ook mee op TeamSpeak, hoor jongens. Yo. Hoi. Jullie hebben er ook last van. We hebben er allemaal last van. Dylan, kan jij iets vertellen? Team Potgrond wordt gewoon gediend door Gino, Stefan, Kasper, Agent. En ja, we hebben er allemaal last van, maar het gaat de eigenlijk developers, om nergens. Ja, de developers. Eigenlijk is er gewoon geen logische reden waarom wij gediend worden. Vorige week was ik jarig, toen begon het een beetje. We hebben er al veel eerder last van gehad, maar dat hield altijd snel op. Dus daar hadden we wat geluk mee gehad. Maar in dit geval is het een stuk erger. Vorige week was ik jarig. Ik ben 20 jaar geworden vorige week. En het zou een hele leuke livestream worden. Die jongens hebben daar 2 complete dagen aan besteed om het voor te bereiden. Om een livestream van 2 uur tot 2,5 uur te vullen. Het waren echt super leuke dingen. Maar na een half uurtje tot maximaal een uurtje volgens mij, toen was het over. Die persoon vond het grappig om ons te DDoS'en. Dat vond hij leuk, gaf hij aan. Aan het eind van de stream was ik er een beetje klaar mee. Toen heb ik gezegd van, yo, een persoon die het doet, kom gewoon naar ons toe, want dit is gewoon niet tof. Dat is voor niemand leuk, voor de kijkers niet, voor ons niet. Kom gewoon naar ons toe, stuur me een Discord berichtje. En tot mijn grootste verbazing heeft die persoon dat gedaan. Ik weet niet of dit zijn echte naam is, waarschijnlijk niet. Zo slim is hij ook alweer. Hij noemt zichzelf Richard met een aantal cijfers op Discord. Hij stuurt mij een berichtje en hier zie je wel een screenshot waar het uiteindelijk op uitdraaide. Ik heb een beetje met hem proberen te praten. Vervolgens kwam het er dus op neer dat hij 200 euro... op zijn paper wil hebben binnen nu en een paar uur voor de stream van de dag daarna. En als we die 200 euro niet aan hem zouden betalen, dan ja, bleef hij ons gewoon DDoS'en. En ook al is het strafbaar, ja, het interesseert hem niet of zo. Hij denkt dat hij anoniem is. En hij blijft maar doorgaan. Dat houdt daar niet bij op. Het is heel erg zonde, maar ja, Richard in dit geval vindt dat heel erg leuk en grappig om te doen. We hebben met hem op TeamSpeak gezeten. Dat hebben we ook opgenomen. En dat ga ik verder niet laten horen in deze video, dat is niet per se nodig. Maar hij gaf aan dat hij het voor de lol deed. Hij vond het gewoon grappig om te doen, het slaat helemaal nergens op. Want hij heeft er niks aan, hij wint er niks mee. Hij verdient niet eens een euro aan. Hij heeft er niks aan, wij hebben er niks aan, kijkers hebben er niks aan. Niemand wordt er beter op in dit geval, dus het is wel doodzonde. Maar hij vindt het leuk om te doen, geeft hij aan. Vervolgens heb ik als enige informatie van hem gekregen zijn Discord naam. Maar ja, daar kunnen we denk ik niet heel erg van mee. En ik heb een e-mailadres van zijn PayPal van hem. Die hij waarschijnlijk 5 minuten van tevoren had aangemaakt. Ik weet niet of ik hier iets mee kan als iemand misschien slim is met dit. Of je kent iemand die slim is met hackers opsporen of dat soort dingen. Heel graag stuur me eventjes een berichtje op Instagram of heb je meer informatie. Mijn Instagram staat hier bovenaan in beeld, dus we hem daar even neerzetten. Stuur me even een privéberichtje. En als je iemand kent of zo, link hem even naar mij toe. Want dan kunnen we het misschien oplossen en dan, ja, gaat het nog een goed einde krijgen. Er is op dit moment wel een oplossing. De oplossing tegen DDoS is jezelf beschermen. Dat hebben wij ook gedaan. We zijn op dit moment veel beter beschermd dan eerst. We hebben voor een paar honderd euro aan beveiligingsdingen aangeschaft. Dus het kost erg veel geld voor ons. Heel zonde, maar ja, het is gewoon niet anders. Het moet maar. De oplossing is nu, wij kunnen dit weekend in ieder geval sowieso niet streamen. Dus vandaag niet als je dit kijkt op zondag. En volgend weekend ook niet. Daarna
kunnen we als het goed is weer helemaal normaal streamen. Dus het is dit weekend en volgend weekend dat wij geen internet hebben waarschijnlijk. Of bijna geen internet. Het gebeurt ook regelmatig door de week, gewoon als we willen opnemen. We hebben dit weekend alleen vaak geen internet tijdens livestreams op de zaterdag en de zondag. En volgend weekend ook niet. Maar het weekend daarna dan is het waarschijnlijk gewoon helemaal opgelost. Er loopt op dit moment ook een aangifte tegen de persoon Richard. Ik weet niet of die echt zo heet. Er loopt een aangifte tegen hem. Ik ben bij het politiebureau zelf geweest. En ja, het moet blijkbaar zo ver komen dat ik aangifte moet doen tegen zo'n persoon. En het loopt op dit moment en ze gaan ermee aan de slag. En ze gaan er ook mee door tot die persoon gepakt is. Dus voor de mensen die niet weten hoe strafbaar DDoS is, er staat celstraf op, er staan boetes op. In beslagname van apparatuur volgens mij. Dat soort dingen heb ik gelezen op internet. Ik weet niet tot hoe ver dat gaat, maar ja, we zijn ook zelf een officieel bedrijf, dus dan is het helemaal natuurlijk strafbaarder. Dus ik hoop dat dat iets oplevert. We hebben ook nog een andere oplossing. We hebben met andere providers gebeld. We hebben echt met zoveel mensen gebeld. Wel met meer dan tientallen mensen van providers, digitaal experts, dat soort mensen allemaal. Heel veel mensen die het niet wisten, allemaal ander advies gaven. Uiteindelijk hebben we alle adviezen bij elkaar gegooid en zijn we tot een goed plan gekomen om dit op te lossen eigenlijk. Nu dit een beetje jullie verteld hebben, al heb je dus inderdaad tips of je weet wat meer, laat even weten aan mij op Instagram hierboven. Zou ik super fijn vinden, je kan ons er echt heel erg goed mee helpen. Wel wil ik jullie even zeggen, we gaan niet niks doen in het weekend. We gaan niet gewoon stilzitten met onze armen over elkaar. We gaan daadwerkelijk wel wat doen. We gaan voor jullie gewoon hele tof video's maken. Daarom komt er vanmiddag ook een hele leuke video online. Die zou heel erg grappig zijn, dus dan heb je ook even iets leuks om naar te kijken. Je kan natuurlijk altijd nog de video's van afgelopen week kijken. En volgend weekend zullen we ook gewoon video's uploaden. Daarna dus over 2 weken, dan zullen we terugkomen met hele toffe livestreams. We gaan in voorbereiding met super tof projecten. We hebben hele goede ideeën voor hele leuke livestreams om te gaan maken. En dat gaan we ook zeker weten doen. We komen dus wel terug over 2 weken met livestreams, maar dan met echt super leuke ideeën. We gaan super vette projecten maken. We hebben hele goede developers die dat kunnen maken, dus er gaat echt veel tijd in zitten. Dus ik hoop dat jullie ons gewoon blijven supporten. We krijgen heel veel liefde en support voor jullie helemaal. Als ik dat zoiets deel op mijn Instagram bijvoorbeeld of Twitter. Heel veel mensen die willen helpen bij ons. Hebben jullie ook op Twitter voor mij, jongens? Of Instagram? Dat klopt. Ja, dat is echt super tof om te zien. Same. Ja, best veel DM's dat we krijgen voor mensen die ons willen helpen of tips geven. Dat is super chill, want ja, we hebben gewoon dat soort dingen nodig. En daardoor beveiligen we ons super goed inmiddels. En zou zoiets niet meer voor gaan komen. Dit is dan ook wel de eerste en de laatste keer dat we zo'n soort video maken. Eigenlijk de eerste video sinds 2-3 jaar dat we uploaden wat geen game is, maar echt een beetje een soort serieuze video. Helaas, ik vind het helemaal niet leuk om te maken. En ja, het moet eenmaal om jullie ook gewoon te informeren. Jullie weten dan waar je aan toe bent. En ja, wij moeten er maar mee dealen. Het gaat helemaal opgelost worden. Het komt helemaal in orde, dat beloof ik jullie. En als het niet in orde komt, dan gaan we weer zorgen dat we bellen met een KPN. En dan hoop ik dat KPN ons wel wil helpen. Ook al zijn ze ons best wel heel erg zat op dit moment, KPN. Ze willen niet meer echt dat we naar hun gaan bellen. En dat we nog vaker vragen of ze ons daarbij willen helpen. Maar we zijn uiteindelijk wel uitgekomen met KPN. Dus dankjewel KPN voor het helpen hierbij. Super chill. Ze hebben ons goed geholpen na heel veel uren te bellen. Met heel verschillende personen. Maar het komt allemaal in orde. We komen terug met hele toffe livestreams. We gaan zorgen dat we hele vette plannen bedenken. We gaan zorgen dat de video's nog vetter, nog leuker, nog beter worden. We zijn steeds verder in voorbereiding. En we gaan alleen maar de kwaliteit verbeteren van video's en van livestreams. Helemaal nu natuurlijk. Nu de hele 2 weken geen livestreams meer zijn. Het gaat wel beter worden. Jullie gaan leukere dingen zien. We gaan zorgen dat we hele toffe dingen voor jullie gaan maken. Als je tot hier hebt gekeken, bedankt voor het kijken. Super tof. Ja, als je dus de livestreams en video's wil volgen, zorg dat je abonneert op ons kanaal hier beneden. En voor informatie, DM even op Instagram of stuur even een mailtje. Het e-mailadres staat hierboven. Het e-mailadres staat hierboven als je dat chiller vindt om naartoe te mailen. Bedankt voor het kijken en ik hoop nooit meer tot zo'n video te komen. Maar ja, het moest helemaal. Tot vanmiddag bij een nieuwe Minecraft video. Dank je voor het kijken, jongens.